Ik ben Dora Melkes, Nijenhuis. En ik heb vroeger altijd in de Loostort gewoond. En ik ben er niet geboren, maar toen was ik in 1930 is dat geweest. Toen ben ik, toen is mijn vader verhuisd naar de Loostraat. Dat was de Lusthof. De Lusthof, ja, toen was het, want hij mijn vader dat huis dan moeten verbouwen. Want het was vroeger een schuur. Die had een bedrijf gekocht van Remy. En dan hebben ze dat huis gebouwd. En toen zijn we in 1930 dan doorgekomen. Nou, en dan was er gemengd fruit, dus het was altijd hard werken. Het is mooi vroeg zo versloot. We hadden gemengd met bomen en kersen en pruimen en appelen en peren. We hadden pakkasten met perziken en druiven. En daartussenin op het land groenten, maar ook veel bessen, passen. Zo we altijd door moesten plukken. En dan hadden we altijd voor gezinnen in het huisje. Die meeplukte, want daar ging natuurlijk een paar losse centjes. En nou, daar heb ik altijd wel met plezier gewoond ook. Daar had ik gewoon getrouwd ben. Ja. Wanneer bent u getrouwd? Oh, dat is een vrouw. Maar die was toch 1952. O ja. Ik was toch eigenlijk ook dat ik denk... Mei, 25 mei is ik getrouwd. Met z'n twee paarden tegelijk, want van mijn man en zus en wij ook. Dus we waren met z'n vier, het was wel een gezellige boel. En zo ging dat vroeger heel anders als dat dan nou tegenwoordig heet. Het spelen was altijd in de bongen met de kinderen uit de buurt. En we deden veel ook bij de sloot altijd. Met vissen en merputen. Want dan kwamen ze, die sloten kwamen ze de rommel eruit halen, zeg maar. En dan kwamen de merputen en dan deden wij ze weer in de ringeton. En zo heb je de jeugd een beetje doorgebracht. Een gaatje in de grond, een roostertje erop leggen van oud ijzer. Pannetje erop. Ja, van al die dingen hebben we gedaan. En toen we groot werden moesten we natuurlijk flink meewerken. En wie woonde er in jullie buurt? Andere tuinders? Andere... Naast ons was van tuinders, was van vissen. Die hadden ook gemengd alles. Die hadden ook het meeste fruit. En aardbeien en kersen veel. En daarnaast was het gewoon meer met vee. En grof spruiten en kool. En dat allemaal weer op dat stuk land. Van Arns uit het zeggen ze Knienpad, maar hoe het precies zit, weet ik ook niet meer. Maar in ieder geval... De Laak. Bij de Laak is dat Knienpad, woonde die. En die had dan een land. En dan had hij nog een stukje land van Zadelhof, had hij gepaard. En daarna zat er dan Roelof, uit de Driaanse straat. Die had dat land. En die hebben later een stuk land erbij gekocht, wat achter Lenzen lag, want daarnaast was Lenzen. En dan had je de Neutenweg naar achteren van Kersten, Hendrik, D. Hendriks, Jan Matisse en Roelofs. Maar dat was een ander Roelofs als die het tweede eigenlijk kwam, dat stuk. En daarvoor zat Herman thuis dan, maar niet thuis. En dan had je weer een stuk land wat van een kerk of een instantie was. En dan had je
die boomiesten. Hij pad naar achteren. En er zaten weer van Brakels op. Twee van Brakels. En daarvoor zeiden wij altijd, moet van Alten. Want dan gingen wij altijd in om een pepermuntje te halen. Die ging naar de kerk. En dan nam ze een rolletje als ze altijd in onder de rok, zo'n zak. En dan kreeg ik een pepermuntje van ze. Dat wel ik altijd doen. Ja, dat stuk, dat hebben we het meeste gezeten. En toen we naar school gingen, gingen we ook allemaal met elkaar naar de hele straat op elkaar te wachten. En dan was mevrouw Helmich, was er altijd met de grote trop kinderen. En dan zei ze, stonden wij al bij de poorten te wachten. En dan zei ze, kom maar jongens. En dan was het lange, lange schoorsteen. Dan zit er in het schoorsteen. En was dan, dan ging de tram die liep bij ons voor de deur in. Maar ik wist niet, want wij kwamen vroeger hier nu als kind nooit achter in de loosterhout. Dus die tram die stopte en er was een begonwagen achter en die was los. Maar dan had je Betje Botte uit huis. Die had een sigarenwinkel en een snoepwinkel. En die kwam altijd tabak aanbrengen voor mijn vader. En dan kregen we altijd een zakje met pinda's. En die, mijn zus wou weer die pinda's ook natuurlijk, weet je wat best bij je het eerste was. En die zette er altijd de fiets tegenover bij Polleman. Zette die de fiets er neer, tegen het gas aan, want daar liep iets af. En mee door die wagen heen, maar zij kon vlugger springen dan ik. Dus zij was eruit toen die ging rijden. En ik zat er nog in, stond achter in de Loosstraat. En toen stond tot te huilen. En toen was, ja, naar de hand weet ik dan wie het was, was Jansen. Die zei, mijn kind zei, ik zei, dan weet ik niet meer waar we wonen. En toen zei hij, ik zet hem wel even op de fiets, dan brengen we weer thuis. En toen bracht hij weer thuis. Waar die begon waren, ja. De moeder van de jongens die hier nog zitten. Die met Pauline Hendricks getrouwd is. Daar strok eentje van. En Marietje en José, die hadden hier sterk kinderen. En dan ging ze altijd... Maar die oude Helmich, die man van vrouw Helmich, dat was toch de zoon van de oude burgemeester Helmich? Ja, dat was het zoon van de... Maar dat was een beetje een boer hoor, die jongen. Ja. En toen zag hij er ook uit. Hij is zoveel, ik ken hem ook nog. Vrouw Helmich ook. Ja. Maar die oude Helmich, die hebben ook wel eens moeten lachen, want dan hij dat, wat huis steed er nou nog, dat witte, wat er steeds van alles, of dan nog, ik geloof dat een van die kleinkinderen erin woonde uit Els. En die, daar was ook familie van, een van die kleinkinderen die er dan in woonde. Maar toen gingen wij daarheen en die hadden ook een put voor de deur staan. En dan had mij al niet, en zei, zulke trui is goed voor de gek houden, zei hij. Had hij op de emmer een kip met aan de poot een touw vastgemaakt. En dan in de put, want trui die ging altijd het water halen. Hè. En toen was ze de fladderen die kip, en ging de op, en hij had de grootste schik. En dan waren we ook als kinderen mee, ja, dus ik zag eens wat uit halen. Ja. Ze hebben ook wel stukken gelachen. Dan ging hij naar Jurissen. Kwam Helmich en Jurissen was de bakker bij ons op de hoek. Maar nou die... Hoek Brede Straat zit nu de kapsalon. Oh, is ja, de kapper, ja, maar is bij in ieder geval in dat huis. En dan was er zo, dan gingen we al de boodschappen halen. Want die jongens die werkten ook vaak in de vakantietijd bij ons in de moment. Maar dan gingen we dan de boodschappen halen en, en dan kwam Wim Helmich en dan zei hij, maak je even een lucifersje, want ik moet een schraatje aansteken. En dan zei de vrouw van Jurissen, ja, moet je wel een dusje nemen? Nee, ik heb maar eentje nodig. En dan zei ze, oh, de vrouw kon toch uit hier. Moest ze naar achteren, want ze kon slechts, zei ze, een dusje pakken. Want toen kreeg je niet een pak, maar één dusje. Aanstrikken, zei ze, want dan kun je niet meer verkopen, zei ze dan. Dan moest je alleen maar eens. Ja, die waren
zuinig. Die waren zuinig. Je had er maar één nodig, ja, ja. Zo val je door de mand, hè. De boerderij De Zilverkamp, die er nu nog staat, hè. Ja. Daar waren jullie buren, hè. Daar waren achterburen, halfweg het land, bij ons, waren hun. Voordat bij ons de bongen begon, waren bij hun voor het huis in, zo. Ja. En dan hebben we ook, want met die meisjes, die waren in Toos en Ini, waren meer van onze leeftijd ook weer. Dus ja, daar kwam je ook weer door. Toen de oorlog, toen gingen ze bij ons, de Duitsers, onder de bomen, onder de prumbomen, de tanks ingraven. En dan moesten wij het huis uit, maar we hadden een grote schuilkelder door. Ongeveer bij Zadelhof op die hoogte. Het huis van Zadelhof, op die hoogte hadden we in de woning. Een grote schuilkelder met bomen en pannen erop en strooien en grond er helemaal overheen. Dan hadden we ook een beest met oorlog erin, dat we de koemelk konden doen. En moesten wij mochten wat koken thuis, want de Duitsers zaten in ons huis. En dan mochten we in het huis gewoon een koken. Daar hebben we een keertje een pan en met melk, even voor melk meegenomen, een pap te koken. Want ja, je moest toch in de schuilkelder ook eten. En wat ging dat zo? De een had de zout in de pap gedaan, de ander had zout in de pap. Het was er niet te eten toen. En toen op de kruiwagen gezet. En dan gingen we dan naar achteren naar de schuilkelder. Nou, en toen moesten we vallen voor de schuilkamer. Want er kwam een vliegtuig overheen en die hoorden allemaal de bommen achter elkaar. Zo. Kettingbommen noemden ze dat toen, dat dat allemaal zo achter elkaar kwam. Nou, en toen was we moesten we om dat gat heen weer zo naar achter de bommen. Toen kon de pap niet eten, want het was zo zout. Dus ook dingen mee. En dan maar wij hadden een grote schuilkelder, had mijn vader daar gemaakt. Maar van het huis naar die schuilkelder had hij putringen, die grote putringen in de grond gedaan. En daar had hij, als hij niet kon halen, dan kon we daar inschuilen. Ja. Dan praat je over de septemberdagen van 1944. Toen, ja, en toen zijn we allemaal weer ons weggegaan. Toen kwamen de Duitsers. En toen moesten we eruit. Helemaal weg. En die veldsendarmen met dat over. En die stonden al met dat geweer. Dus we moesten gauw gaan. En toen zien we daarachter bij Kirsten. Wij hebben nog bij Hendricks in het huis gezeten. Bij T. Hendricks, neef Kirsten. Dat waren die vier woningen die daarachter hebben we drie. En dan zei ze, loop maar binnen, zei ze, jongens. Zei vrouw Kersten dan, dat moeten we hier blijven. Toen kwamen en toen hadden wij haar evacuees ook weer die bij ons in de schuilkelder zaten, in Arnhem-Zuid. En die zijn ook weer meegegaan door naar Hendricks toe. En toen hebben we van alles bij elkaar, hebben ze toen ingegaan. En toen kwamen de Velsen en Darmen toch door. Toen moesten we allemaal omdraaien met de handen in de hoogte. En toen schoten ze. Het was nog maar de schoten zien en wij dachten dat het één was. En die vrouw die uit Arnhem-Zuid kwam, die kon goed Duits. En die draaide zich eigen om en die sprak dan tegen die lui. En toen kregen we 5 minuten de tijd om te vertrekken. En toen zien we met z'n allen gewoon. Maar we zaten bij Kirsten en die hadden 2 onderduikers in de schuilkelder zitten. Ja, en je weet waar, als je jong ziet, dan loop je nog eens heen en weer. En dat was Marie, was van mijn leeftijd. Dus we gingen door, ook in de schuilkelder wel eens bij hun. En toen zaten wij zogenaamd breien en een schransbossen in de schuilkelder. Hadden ze allemaal schransenbossen zo tegen de wallen omgezet. En er zaten die 2 onderduikers, dat waren Polen. En toen is ze ingegaan. En toen moesten we weg. En toen heeft die vrouw, die Polen,
dameskleren gingen van hun, omgetrokken. Moesten achter de wagen gingen, want ze wouden niet mee. Eerst, en toen zeiden we, loop toch maar. En de ene keer, toen we 18 in Loostert waren, want wij moesten op Arnhem bouwen. En er waren gaten al in de weg van de bomen. Dus we moesten doorheen en niet een keer weer een knal. Niet omkijken, zei mijn vader, waren we zo kinderen. Niet omkijken, verrokijken, verrokijken, zei ze dan. Dat vind ik zo goed, dat hebben ze niet meer gezien. Als kind zijn hij toch nog niet in de gehoord dat ze ernstig was. Nee. Want zo liep ik wel eens van, dan weer die meisjes tegenover ook met je spullen, en zeg maar ja. We waren toen 13 jaar, 12, 13 jaar is heel anders dan dat ze nu zien. Ja, ja. Maar dan gingen we tegenover en toen zaten bij ons, was de sloot er al zo ver droog, want hadden ze een dammen neergezet. En toen zaten bij de deuken zaten een paar soldaten, want we hadden een donkerblauwe pak genomen. En toen deze zoen, of wij dat rond doen. En toen ben ik tegenover gegaan, ik zit er zitten wat om bij de deuken. En die deed de handen vouwen. Wat zou dat betekenen? Ja, we wisten nog niet goed wat eigenlijk betekende. En dan was dat... Engelsen? Ja, nee, het waren... Waren Duitsers? In buitenlanden, nee, weet je. Of Polen? Die Poolse. Ja, ja, die waren natuurlijk bang dat de Duitsers weer gepakt werden. Ja, dat ze gepakt werden. Ja. En die wouden een priester hebben. Oh. En toen kwam tante Kie, zeg maar, altijd, de moeder van Alten, die tegenover ons kwam. Ja. En die zijn er toen naartoe gegaan en toen is ze nog een priester geweest. Ja, brug? Dus nee, ik kon we niet de brug meer over, want die was er niet meer. Wij moesten hebben een nacht in, hoe heet dat, Meijerswijk, met Steenhoven. Daar hebben we die nacht gezet en we hadden 200. We hadden paarden bij ons, we hadden koe bij ons. En van Pieters van de Kiep van de Diek, die was met de circa met hem. En die stond voor, toen ging een paard stijgen. Moesten we op een vlot. En een hond hebben ze ons nog afgenomen toen. En we waren gauw die hond, maar dat ze stil bleven in die wasmand met krijt erop. Hebben we wat vlees gegeven, dat ook bij ons. En toen zijn we door vandaan met de pont overgegaan naar het Lisbeth Kassenhuis. Toen kregen we daar op de gang en konden we op bedden, want alles zat vol natuurlijk. En toen had ik nog met een man op een eenpersoons bed liggen slapen. En toen zijn we in de morgenstiet zien we lopers op Ede, Barneveld, Pongoon. Nee. Toen kwamen we daar terug. Toen Van Brakel was dan aannemer, de man die op dat pad woonde naar achteren. Die had toen nog gauw de kamer nooit dicht gemaakt. Nee. Dat ze daar kon liggen. Maar die had maar 3 dagen is ze ziek geweest. Dan hadden ze anderen die nooit. En toen zei mijn vader, dan moet ik de beste professor hebben, en was uit Nijmegen en die is gekomen met de stierfzaal. Zo, ja. Ja. Ja, dat is een heftige tijd, hè? Hier was dat ervoor, toen we gingen, want we zijn mijn tantes en mijn oom, die hebben hier gewoond, of vroeger. En die zijn bij de kippasterie. Want die ene was, 2 doofstommen zaten in de familie van mijn vader. En een broer en een zus van mijn vader. En die ene was schoenmaker, de andere deed alles, kezuivers, weet je wel, beduren en dat. En naaien en voor de armeren dingen maken. Dat was vroeger zo, de jurkjes en die niet konden betalen, wie had dat voor gemaakt. En dat... En die zaten dan bij de pastorie, want ze dachten dat ze daar veiliger zaten als hier in het huis. En daar is een bom opgevallen bij de kerk. En die zijn omgekomen, alle 3. We gingen met de kruiwagen voor de hele buurt brood halen. Brood halen. En toen gingen we met mijn vader ging ik mee. En toen zei hij, goh, ga maar naar huis, neem de kruiwagen mee, maar ik wist niet waarom.
Maar dat was dan gebombardeerd was. Ja. En toen zag er nog een gedeelte van mijn tante liggen, van zijn zus. Zo, ja. Nee, ja, toen kwam er een wijk en ik kreeg een schreeuw van de gemeente en alles. En dan had de gemeente al ingedeeld wat er was, want dan kon je zelf ook tegenschatters nemen. En nou, dat hebben wij dan gedaan. En de tegenover, die wouden dat niet. En die waren de dupe, want weer alles weer berekend. De bomen, wat eraf kwam, van 5 jaar, weer alles berekend. En dat kreeg je dan nu betaald. Maar het was niet prettig, want we waren al blijven zitten. Ja. Want we hebben nog een poos teruggehuurd van de gemeente, van weinig geld natuurlijk. Maar het was al gauw afgelopen, want toen kwamen ze in het huis van ons. De brandweer ging nu oefeningen houden. Dus het was allemaal een nat geweest en alles. En toen kwam Van Liefering uit Huizen, poppendokter, zei je. Die kwamen dan in ons huis weer wonen, want die waren daar weg. En die hadden ze ook in huis vuur, dus die kwamen in ons huis. En toen zei ze hier, alles is, maar wij hadden het land hoor, dus we kwamen door hoor. Toen zei ze, ja, jullie hebben ons in onder stroom gezet. Maar dat kon niet anders, want de brandweer had erin geoefend. Dus die leidingen waren hier voor water gelopen. Ja. En toen hebben ze dat toch van de gemeente, al is dat weer in orde gebracht, of wie dat ook gedaan heeft. Maar in ieder geval, dat is in orde gebracht. En toen heeft Don Liefering had nog een stegeman gezeten, die was geïmmigreerd. En die had een Poolse vrouw, geluk, of een Oostenrijkse, in ieder geval. Een buitenlandse vrouw had hij en die had 1 kind. En ja, die wou weer terug naar huis en die is hier bij ons in het oude huis weer toegekomen. Dus dat was een soort noodopvang, zeg maar. Van noodopvang hebben ze er toe van gemaakt. Ja. En maar daardoor is het afgebroken. Maar jullie gingen er wel uit? Waarom ging je daar eerder uit? Omdat het niet meer te wonen was? Of nee, dat moesten we. Oh ja, jullie hadden dus ja, een overeenkomst. Dat zo lang. Op basis van... op basis van de gemeente ja, moesten we op tijd. Dat is even kamp ontstond, denk ik, hè? Eind jaren 60. Ja, voordat de zilverkamp. Want toen zeiden we nog, want is al onzin, moesten wij eruit. En later zetten ze nog weer mensen erin. Ja. Dat was dubbel onzin. Waar meestens werd. Ja. Ja, het was wel een mooi pand, zo te zien, als ik die foto's zie. Jawel. Want dan zou je zeggen, dan zou je het ook kunnen laten staan. De zelfkamp, die boerderij is ook blijven staan. Ja, hè, ja maar, nee, maar dat weer verbouwd. Wij hadden nog recht op 2 woningen door te bouwen. Maar ja, toen werd die bouw weer anders gedaan als dat ze gezegd hadden. Want er kwam een hele andere ingang. Allemaal van die kort. Ja, daar ging mijn vrouw natuurlijk niet meer in zitten. En zodoende hebben we toen kwam dat de oren van in de Korte Loosstraat. En toen zei hij, wat? Op de schupgrond had ik nog te veel, zei hij, Jurissen. Het wou het van elkaar hebben. Ja, mijn vader het eerst gekocht en toen hebben wij het overgekocht. Hoe valt het hier? Hier, eerst moest ik wel wennen. Want ja, alle geluiden, ach, ook het slimste. Maar nou ben ik het hier hartstikke goed. En ik heb ook hier nog een zin. Ik heb al aanloop genoeg. Ik heb het tuintje die altijd met bloemen. En Delft is vlakbij. Oh, sorry, de stad is vlakbij, ja. Hè? En ja, maar dat komt zo niet meer. De stad, maar nou doen de jongens de boodschappen.